Hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben vandaag echt zo happy wakker geworden. Ik heb lekker gedoucht. Ik ruik echt zo lekker. Ik heb al mijn nieuwe producten gebruikt. Ik heb mijn nieuwe parfum gebruikt van Turkije. Want ik heb weer van die lookalikes parfums gekocht vanuit Turkije. Die een beetje lijken op de originele. En deze parfums zijn echt soms nog beter dan de originele. Echt. Ze blijven echt zo lang. Ik ruik nu echt zo lekker. Ik heb nu een lookalike op van Roberto Cavalli. En dat is echt een van mijn favorieten van vroeger. Even kijken. Voor de rest heel erg happy met mijn lippen. Lijkt nu echt alsof ik al helemaal opgemaakt ben. Maar dat is niet het geval. maar er wordt dus nog iets lichter. Ik heb namelijk gisteren lippigmentatie gedaan. Voor de mensen die mijn vlogs niet altijd kijken. Ik ben echt tevreden. Ik moet nog een beetje schilferen. En dan krijg ik mijn originele kleur. Het wordt veel natuurlijker dan dit. Maar ik ben echt al zo happy. Voor de rest, waar sta ik nu? Ik was onderweg naar mijn massage. Want vandaag had mijn lieve man een massage voor me geboekt. En ik was echt zo happy. Ik heb echt nog nooit een massage gehad in Nederland. In Bali heb ik echt zoveel massages gehad. En dat beviel me echt. En hij had gewoon even voor mij een massage geboekt. Dus ik keek er echt naar uit. Ik was ook echt lekker opgestaan. Lekker te douchen. Mezelf te verwennen. En dan naar mijn massage te gaan rijden. En ik was onderweg. En toen werd ik gebeld door Nessie dat mijn massage is uitgevallen. Echt balen. Maar nu ga ik weer terug naar huis. Want als het goed is, is die verplaatst naar 3 uur. Ik ga stuk. Kijk, mijn kat er buiten chillen. Dikke Barta. Dikke kroket. We zitten nu bij Amada. Lekker lunchen. Kijk wat ik hier had gezien. Ik ben hier zo benieuwd naar. Healthy cakes. Ik heb een broodje met ei, avocado en walnoten. Ik heb het echt zo lang niet gehad. Dit. Oh ja, en lekker feta kaas en olijven. Heerlijk. Deze combinatie is echt top. En Nessie heeft een mega grote ontbijt. We hebben heerlijk geluncht en toen zijn we naar huis gekomen en zijn we in slaap gevallen. Want je ook kan zien aan mijn gezicht. Ik ga me even snel frissen en dan ga ik richting mijn massage. Jongens, ik ben helemaal dood gegaan. Ik had een paar knopen in mijn schouders, vooral aan deze kant en in mijn nek. En die was helemaal aan het aanpakken. En het zou eigenlijk een relaxed massage zijn, maar ik ben helemaal kapot. En weet je wat het is? Als je elke keer zeg maar, de knopen en zo aanpakt, dan kan je ook gewoon niet ontspannen. Dus op een gegeven moment zei ze tegen mij van, ga ontspannen, maar... I was dying. Maar dat was wel echt fijn. Want daarna voel ik me wel. Ja, nu voel ik me echt heel erg goed. Maar op het moment zelf ging ik helemaal dood. Ik ben net van de supermarkt. We hebben even snel boodschappen gedaan. We zijn echt letterlijk een kwartier voordat de supermarkt ging sluiten. Zijn we even er snel naartoe gegaan. Want Nessie zat helemaal in zijn serie. Maar we hebben pasta gehaald. We hebben zelfs een toetje gehaald. Dus ik ga nu even pasta maken. Heel slecht. Maar het is dus buiten iets kouder geworden. Het is best wel fris. We hebben dan echt gelijk zin in pasta, dus dat is wat ik vandaag ga maken. Zo, alle groenten gesneden. Ik heb normaal gesproken ook verse kruiden, maar dat heb ik vandaag helaas niet. Ik heb alles klaargelegd wat ik nodig heb. Ik ben nu water aan het koken. Beter is het koken een beetje gezellig te maken, dus ik ga lekker cola zero voor mezelf inschenken. Dit is zeg maar mijn wijntje tijdens het koken. Oh jongens, het ruikt zo lekker. Ik heb hier zoveel zin in. Ik heb echt zoveel opgeschept. Het is niet normaal. Lekker hoor, Nes. Flitvulle dagen. Nessie heeft vandaag echt iets met het woord vulvul. Wat paprika betekent in het Arabisch. Dus Dino zit de hele tijd te zeuren om te spelen. Dus dan doen we altijd dit. Ga ik hier zitten. Ik heb sokken van Nessie, maar ik ga stuk. En Nessie gaat daar zitten. En dan gaan we dus dit doen de hele tijd. Oeh. En nu speelt alleen Dina nog, maar straks komt Lira ook meedoen als ze dit ziet. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb een heerlijke ochtend erop zitten met deze kleine hier. Ik heb vanochtend eigenlijk alleen maar naar vakantievlogs lopen kijken van anderen. En ik en Essie willen heel graag weer op vakantie. Het klinkt heel stom. We zijn net terug van onze vakantie. Maar we willen toch heel graag een andere type vakantie. Ik heb met Nessie afgesproken. Tenminste, Nessie zei dat tegen mij. Dat hij mij zelf verrast met mijn verjaardag. En we ergens naartoe zouden gaan. Dus ik kijk er echt al naar uit. De batterij was leeg, dus ik moest hem even vervangen. Dus ja, binnen nu en 2 maanden gaan we als het goed is weer op vakantie. En ik kijk er echt
enorm naar uit. Volgende week ga ik met Nessie naar Manchester. Maar dat is eigenlijk mijn eerste werktripje in het buitenland. En ik heb dat echt nog nooit gedaan. Dus ik vind het super spannend. En Nessie gaat met me mee. Echt heel erg tof. Ik heb het jaar echt zoveel nieuwe dingen gedaan. En zoveel leuke dingen mogen doen. Ik ben er echt happy mee. En waar ik eigenlijk onwijs trots op ben, is ik heb heel veel dingen gedaan buiten mijn comfortzone. En daar ben ik gewoon echt zo trots op. Ik ben er echt heel erg trots op. Voor de rest heb ik echt zoveel nieuwe producten binnen. Dus ik probeer echt van alles en nog wat uit te proberen. En ik ruik echt naar 5 dingen tegelijkertijd. Maar ik ruik wel echt heel erg lekker fris. Ik zit gewoon allemaal nieuwe haarproducten uit te proberen. Nieuwe body lotions, nieuwe parfums. Alles en nog wat. Ik heb net ook lekker weer gedoucht. Heb ik weer een nieuwe douchegel gebruikt. Gisteren heb ik trouwens een massage gehad, zoals jullie weten. En daarna had ik echt zoveel pijn. Ik gewoon echt spijt had van de massage. En toen heb ik lopen googelen. En het hoort eigenlijk ook zo te zijn. Dat als je zeg maar knopen of zo hebt in je lichaam. En ze masseren dat eruit. Dat je echt eigenlijk bijna heel veel pijn hebt. Maar vandaag voel ik me eigenlijk echt weer heerlijk. Dus ik wil eigenlijk gewoon bijna weer een massage boeken. Maar ik ben weer bang dat ik zoveel pijn ga lijden als gisteren. Maar het bevalt me echt goed. En ik heb dit binnengekregen van Nars. Ze hadden dus laatst een event. En daar kon ik helaas niet bij zijn, omdat ik in Turkije was. Maar ik heb het al voorbij zien komen in video's. Volgens mij zitten hier allemaal van die lipsticks in. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dit is eigenlijk één grote lipstick. Ik heb hier even naar gekeken. En dit is één van mijn favorieten. Dat is deze. Hij focust alleen net niet op mijn vieze nagels. Want ik heb geen tijd gehad om ze bij te werken. En de nagelsalon waarbij ik het doe, die is nu opeens gesloten. Ik ga pas over een tijdje weer openen. Dus misschien kap ik even met nepnagels. En dit is ook echt een heel mooie kleur. Ik weet niet of ik hem ooit zal dragen. Hij is heel erg fel, maar ik vind het echt zo mooi. En ik zit bij heel veel vrouwen. En denk ik, wauw. De stigmaat die ik vandaag niet thuis eet, maar ik heb voor de zekerheid even pasta erbij gemaakt van gisteren. Want er was al gehakt over. Dus heb ik even pasta erbij gemaakt. En mocht ik toch nog thuis komen op tijd, dan kan hij nog pasta eten. Zo, ik ben Love Island aan het kijken. De laatste aflevering van Nederland. En ik ben ondertussen aan het klaarmaken. Even lekker mijn make-up op doen. En ik moet zo over een half uurtje aftrekken. Dus het is ook niet zo dat ik heel veel tijd heb. Maar ik doe het lekker rustig aan. En ik ben klaar. Even snel omkleden, jongens. Ik heb me omgekleed. En verrassend genoeg heb ik echt een leuk outfitje gescoord. Ik heb het echt nooit als ik zo snel uit huis moet. Maar ik heb een crop truitje aan van de Zara. Broek van Boe, die me echt fucking slank maakt. Is wel gezichtsbedrog, moet ik zeggen. Ik ben niet zo slank, maar deze broek staat me gewoon best wel goed. En ik heb mijn nieuwe schoenen hieronder. Van Adidas. Zo zie je ze wat beter. Echt zo mooie schoenen. En ik heb zo lang gewacht dat ik ze onder een outfit kon dragen. Want ik vind het echt heel erg moeilijk om deze te stylen. Hallo, ik ben aangekomen op de bestemming. Ik heb nog niet eens gezegd waar we gaan eten. Maar ik ben nu bij Witte de Wit. En het is echt lang geleden dat ik hier heb gegeten. En ik heb er ook maar één keer gegeten. Maar we gaan dus bij Satébar eten. Ik heb hier voor het laatst met Nessim denk ik gegeten. Toen was in 2015. Volgens mij woonden wij toen nog niet eens in Rotterdam. Of wel, ik weet eigenlijk niet meer. Maar we gingen daar één keer eten. En Nessim vond het echt heel scherp. En we hadden al bij, even kijken, best wel een pittig gerecht gekozen. Maar ik vind het echt heel erg lelijk, wou ik zeggen. Maar ik vind het persoonlijk heel erg lekker, pittig. Maar Nessie vindt het echt niet lekker. Dus ik ben blij dat ik weer vandaag ga eten daar met Hon en Marink. En ik hoop dat ik gewoon weer hetzelfde gerecht ga bestellen. Want ik vond het echt, echt lekker. Satébar dus. Jongens, ik ben inmiddels hier met Marink en Hon. Hon, ik ben weer in mijn vlog. Waar wordt naar jou gevraagd altijd? Ik ga stuk. Waar is Honnie? Heb je ruzie met Honnie? Nee. We hebben nooit ruzie. Nee, we hebben geen ruzie. Maar ik zat net wel te vertellen over Satébar en zo. Maar die is gewoon gesloten. Dus dat gaat niet door. En we gaan even iets anders zoeken. Wij zijn nu dus gewoon bij hetzelfde Afghaanse restaurant van de vorige keer. Vind je het hier leuk hier? Dat is leuk toch? Ja, het is echt gezellig. Ja. Ik dacht dus dat ik vorige keer het had gefilmd. Maar toen was ik niet aan het vloggen. Maar we zijn dus hier. Het ziet er heel schattig uit. Je kan hier ook dus cocktails drinken. Echt cute. Jongens, ik ben gewoon fake te filmen. Maar dit was ons voorgerecht, mantou. En de rest is op.
allemaal de Georgia. Oh ja, lekker. We zijn nu bij een ijssalon en ik heb een cappuccino besteld. Maar kijk hoe schattig. Je kreeg zo'n ijsje erbij hier. Dat wist ik dus helemaal niet. Lekker hoor. Ik ben net weer thuis. Het was echt super gezellig vandaag. Ik heb natuurlijk Marinke en Hon al best al een tijdje niet gezien. En we hebben heerlijk gegeten. We hebben lekker ijs gegeten. Ik ben dus net thuis. Ik was net een podcast aan het luisteren in mijn auto. Echt een leuke podcast geluisterd. Het duurde een dikke uur en ik was nog maar op de helft, dus ik ga die nu verder luisteren. Ik doe even nu mijn pyjama even snel aan. Ik heb snacks gehaald bij de tank. Oh, echt erg. Mijn dieet gaat dus echt heel erg slecht, maar dat maakt niet uit. Pepsi Max gehaald. Ik ben zo blij dat deze tank gewoon Pepsi had in plaats van Coca-Cola. Want Cola Zero in plaats van Pepsi Max is echt veel lekkerder dan Cola Zero, jongens. Echt waar. Ik vind Coca-Cola zelf veel lekkerder dan Pepsi, maar de Zero versie is deze echt veel lekkerder. En ik heb zo'n kleine Pringles erbij in de smaak paprika. Nu even snel mijn pyjama aandoen en lekker op de bankje. Lekker even een podcast luisteren. En vandaag heeft TLC meestal allemaal nieuwe programma's. Want het is vrijdag en er komen allemaal nieuwe afleveringen op van allerlei programma's die ik volg. Volgens mij 90 Day Fiancé is het vandaag. Dus dan ga ik zo allemaal lekker kijken op de bank met mijn colaatje. En we wouden eigenlijk morgen naar België gaan, maar als Nessim is op tijd thuis komt, hij heeft nu een show. Gaan we gewoon vannacht gewoon lekker vertrekken richting België. En dan ga ik gewoon lekker in mijn pyjama blijven. Dan ga ik me omkleden of zo. Vind ik altijd heerlijk om in mijn pyjama gewoon lekker in de auto te zitten. Ik heb altijd zo van, als ik er goed uitzie, dan wil ik ook heel graag een foto. Want 9 van de 10 keer heb ik gewoon een trainingsbroek aan. En ja, dus als ik een leuk outfitje of zo aan heb, dan probeer ik wel meestal foto's te maken, want dan ben ik iets actief op Instagram. Op een of andere manier wil het niet lukken. En vooral sinds ik eigenlijk terug ben van vakantie, want op vakantie lukt het allemaal, allemaal makkelijker, want dan, ja, dan doe je gewoon wat meer moeite om er goed uit te zien. Maar als je terug bent van vakantie, dan heb je er weer geen zin in. Oh, ik heb gemist. Maar ik heb gemist. Dus wat echt zielig is, iedereen die Dino ziet, die denkt dat ze een jongetje is. Vinden jullie die nou op een jongetje lijken? Hij is een meisje. Tomboy. Dina is een tomboy. Mag jij zelf weten, hè? Oh, ik zeg wel pyjama, maar ik heb gewoon mijn badjas gewoon weer uit de kast gepakt. Want ik heb het echt gewoon best wel koud eigenlijk met de pyjama. Ik hou echt van badjassen. Ik wil gewoon badjas in alle kleuren. Vroeger werd mijn moeder ook altijd boos omdat ik elke dag met een badjas liep in huis. Zelfs als we bezoek kregen, liep ik gewoon in een badjas rond. Ik kon het gewoon niet uitdoen. Ik had gewoon koud. Ik moest gewoon in een badjas rondlopen. En dan werd mijn moeder echt pissig op mij. Het is echt mijn perfecte vrijdagavond. Lekker een drankje gedaan met mijn vriendinnen. Lekker gegeten. Ik heb snacks gehaald. En ik ga mijn lievelingsserie kijken. Love it! Sim is eindelijk thuis. En hij maakt nu lekker. Wat maak je voor mij? Huh? Wat maak je voor mij? Ik ben voor jou een rijstwafel aan het maken met jam. Dat klinkt niet goed, rijstwafel met jam. Ja, wel, dat is een andere rijstwafel. Maar dat is een rijstwafel met welke smaak, zei je? Met banaan en kokos. Dan moet je even proeven. Ja. En dan moet jij zeggen of je het lekker vindt of niet. Kom. Ik ga het proeven, jongens. Ben je nou boeren aan het laten? Focus. Focus! Hij focust niet. Ja. En? Lekker hè? Die jam is ook echt lekker, man. Jam is wel echt lekker op brood, hoor. Ja, maar dit is toch gewoon prima als snack? Het is prima, maar het is niet mijn favoriet. Maar Corine, dankjewel. Dank u wel. Hoe gaat het verder met jou, Nessie? Met mij? Ja. Goed, ik kom net van optreden. Ja. Mijn onderbroek zweet nog een beetje. Ik ga douchen zo. Ja, dan gaan we slapen bij die in Bukhara en Rog. Belgica. Belgica. Ja. Maar je moet wel nog een video maken voor de ronde. Oké, jongens, ik ga het even opeten. En daarna gaan we Dina lekker gefilmd? Rustig aan naar bed. Ja, ik heb al zo vaak gefilmd, dat is zo grappig. Dina! Hallo! Je lijkt zo klein op zo'n grote doos. Hi baby. Hi baby.
Oh. Eerlijk jongens, is het niet zo heel rustgevend om te kijken naar zo'n kat? Nou, lieve mensen van Mirjam, hebben we nog pindakaas bij ons? Mirjam die wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Like deze video, laat een leuke reactie achter, abonneer. En dan ziet zij jullie weer de volgende keer. En flikker op. Nou. Doei.